Jongeren moeten het belang van doordringende vrede worden bijgebracht. In dit kader werd gisteravond de eerste Surinaamse Peace Day zangcompetitie gelanceerd. Jaarlijks wordt op 21 september wereldwijd de International Peace Day herdacht. Als deel hiervan werd het Leave No One Behind project uitgevoerd. Een samenwerking tussen de United Nations Suriname en overige belanghebbenden. Dit project beoogt de bevordering van vrede en harmonie door muziek waarin positieve boodschappen en inclusiviteit centraal staan. Atlee Breveld, communicatiemedewerker UN, zegt dat deze competitie het bewijs was van een openhouding door de jonge Surinaamse gemeenschap bij de bevordering van vrede. We zijn eigenlijk heel erg onder de indruk van de inzendingen. Er zijn sommige liedjes die echt heel goed het thema te pakken hebben gehad. Ze hebben echt gefocust op de vrede en inclusiviteit en mensenrechten. En het is heel mooi om te zien dat ze op deze manier de liedjes in een, of tenminste deze boodschappen in een liedje kunnen verwerken. Dus we zijn heel trots met de inzendingen en ook met het resultaat. Voort zei Breveld dat het voor de organisatie belangrijk is om onderlinge vrede te blijven behouden. Met de focus daarop zal voortdurend worden gewerkt aan de creatie van een vredevol Suriname. Vrede komt doordat we met elkaar samenwerken en dat we elkaar proberen te begrijpen en dat we elkaar tegemoet komen. En ik hoop dat de gemeenschap dit ook overneemt, zodat wij Suriname tot een heel mooi land kunnen bouwen. Uit de inzendingen zijn 6 finalisten gekozen, waarvan 3 in de prijzen vielen. De winnende nummers zullen worden gepubliceerd als hulpmiddel bij het creëren van bewustwording. De organisatie wil deze activiteit tot een terugkerend evenement maken, besloot Breveld.